En idee dat veld wint in de sector van de ontwikkelingssamenwerking ook, denk ik, is dat het meer moet zijn dan de bestrijding van armoede, maar ook algemener moet gaan over de bestrijding van ongelijkheid. In dat verband heeft er een Franse econoom, Thomas Piketty, een boek geschreven, Capitalism in the 21st Century, waarin hij eigenlijk beschrijft hoe de ongelijkheid op wereldschaal toeneemt en hij het ook de onvermijdelijke uitkomst van free market capitalism noemt. Hij legt uit hoe arbeid eigenlijk gedoemd is om minder op te brengen dan kapitaal. En zijn oplossing is een wereldwijde vermogensbelasting. Meneer Toppak, zou u dat idee steunen? Want uw partij blijft hangen aan de vermogenswinstbelasting, denk ik. Ja, en ik ga ook blijven hangen aan die, ik vind het ook niet blijven hangen aan die vermogenswinstbelasting, omdat ik dat ook de meest logische en verdedigbare piste vind. We betalen allemaal belastingen op onze inkomsten uit arbeid. Er wordt veel minder, zo niet geen belasting betaald op heel wat inkomen uit geld. En ik vind de logica dat je de lijn doortrekt en dat je inkomen belast zoals inkomen, punt. Of je nu inkomen verdient met geld te beleggen of inkomen verdient met je handen te werken. Als je daar gelijke fiscaliteit op legt, dan ben je denk ik correct bezig. Voor de rest denk ik dat je verder moet gaan dan alleen maar dat, want belastingen gaan over de inkomsten die een land heeft om vervolgens sociaal beleid mee te financieren. Maar wat Piketty op wijst, en waar anderen ook, hoe langer hoe meer gelukkig op wijzen, is op het feit dat we economisch wel in een nieuw soort van cyclus zitten. We hebben eigenlijk de schrijnende ongelijkheid van de vorige industriële revolutie, daar hebben we gedurende 70, 80 jaar correcties op ingebouwd. Dus de economische, de technologie van 100 jaar geleden leidde tot concentratie van rijkdom in een heel beperkt aantal handen. We zijn gedurende decennia bezig geweest, in de eerste plaats met linkse bewegingen, om die verdeling recht te trekken. Vandaag merk je dat we in een nieuwe golf van technologie, informatietechnologie, meer mondialisering, noem maar op, die er opnieuw toe leidt, dat niet meer de oude industriële technologie, maar nieuwe systemen ertoe leiden opnieuw dat je concentratie krijgt van rijkdom in een beperkt aantal handen. Dat is inderdaad wereldwijd. En de ongelijkheid toeneemt en de druk op sociale uitgaven heel sterk stijgt om ze terug te schroeven. Dus je gaat nieuwe middelen moeten vinden. Bijvoorbeeld zo'n financiële transactietax mondiaal als het even kan. Bijvoorbeeld correcte afspraken tussen de Europese Unie met nog altijd een uniek sociaal model in mijn ogen en andere handelsblokken die dat sociaal model veel minder hebben nagestreefd of gerealiseerd. Je zal daar dus moeten veel meer doen dan alleen maar belastingssystemen. Je gaat er echt naar een mondiaal model en ik vind dat de eerste die daarin tekort schiet is de Europese Unie. De Europese Unie heeft een uniek model wereldwijd van sociale rechtvaardigheid en sociale welvaart die breed verdeeld en breed gedragen is. Ze is dat A, zelf intern aan het afbreken door druk te zetten op haar eigen sociale normen, en B, ze faalt ongelooflijk in het mondiaal verdedigen en promoten van dat eigen model. Integendeel, we zijn vanuit druk vanuit onze eigen industrie vaak aan het lopen achter een Chinees model dat volgens mij pervers is. Dus het gaat over veel meer dan of dat je nu de rijken last omdat ze rijk zijn of op hun inkomsten. Het gaat eigenlijk over het soort van maatschappelijk model dat je promoot. En daar is er één ding dat Europa echt niet genoeg doet. Dat is haar eigen sociale model promoten in de rest van de wereld en dat ook afdwingen in handelsakkoorden, internationale onderhandelingen. Enfin, als Karel de Gucht de helft van zijn tijd daaraan zou besteden, we zouden nog een stuk verder staan dan we vandaag staan, eerlijk gezegd. Meneer Van Bezien, u bent ook voor een vermogenswinstbelasting. Is dat omdat u denkt dat een vermogensbelasting niet realistisch is of omdat u er tegen bent, zoals meneer Toppak? Ik vind een vermogens- en rendementsheffing, zijn we eigenlijk voor, maar dat is al een technisch verschil. Ik vind dat ook een zeer logisch model, omdat het gaat over de inkomsten die je krijgt en je belast inkomsten. Net zoals je inkomsten uit arbeid belast, belast je ook inkomens uit vermogen. En dat is hetgeen. En wij doen dat wel voor alle duidelijkheid progressief in ons voorstel. Dat wil zeggen dat alle vermogenswinstbelastingen of vermogensbelastingen die er nu bestaat, zoals onroerende voorheffing, roerende voorheffing, de erfenisrechten, schenkingsrechten, die schrappen we gewoon. Want van het weinige, 8% van de inkomsten van onze overheid komen uit vermogens,
Maar dat is dan eigenlijk ook veel uit bescheiden vermogens. Hè. Dus dat schrappen we allemaal en we maken een vermogenskadaster waar dat we progressieve tarieven inbrengen en waar dat we dan voor de hoogste 20% dat we daar op die vermogenswinsten wel serieuze heffing opleggen. Dan blijft er nog altijd winst over, maar een deel gaat er naartoe. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Wereldwijd ja, hè. Of internationaal kan dat ook op Europees niveau, maar niet om dat als excuus te gaan gebruiken, want dat gebeurt in mijn ogen iets te vaak. Hè. Dus ik ben ook voor dat we op vlak van fiscaliteit, dat we rechtvaardige fiscaliteit invoeren voor heel de wereld. Ik ben er ook voor, uiteraard, en komen straks nog op terug, dat er een klimaatakkoord zou zijn dat heel de wereld bindt. Maar dat, zolang dat dat er niet is, is het ook geen excuus, en het wordt er vaak als excuus gebruikt, om hier niks te doen. Hè. En dus ik vind dat, zolang we Europees, mondiaal, geen akkoord hebben over vermogensfiscaliteit, dat we hier in België eraan moeten beginnen. En ik vind het wel toch een kritiek op deze regering, dat ze dat in deze legislatuur niet gedaan heeft. Net zoals ze in deze legislatuur ook de financiële sector en de banken had moeten reglementeren en daar een splitsing had moeten doen tussen zakenbanken en spaarbanken. Ook dat heeft ze gedaan. Dus nee, dat is niet gebeurd. Dat heeft ze gedaan. Nee, dat is niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Hè, van, daar moeten we zelfs niet over discussiëren. Maar ik bedoel maar... Ze is voor 99% gesplitst. Banken mogen nog maximum met 1% van hun vermogen... Het gaat erom, Bruno, dat er geen splitsing is. En dat is een probleem. Want zolang dat er één bank twee verschillende activiteiten kan doen en de zakenbank omwille van de risico's die men neemt gaat failliet, die sleurt de andere bank mee. En dat kan nog altijd evenzeer als voor u. Dat kan nog evenzeer. Maar ik bedoel dus maar... Dit is een heel boeiende discussie, ik zeg dat zonder flauwekul. Maar het is een beetje off-topic hier, ja. Omdat het nu eigenlijk... Dus ik ben het eens met een veel grotere herverdeling. In mijn boek vind ik dat een van de twee grote mondiale problemen en ook de twee grote problemen hier in ons land. Dat is onduurzaamheid, ongelijkheid. Maar laat ons het mondiaal karakter ervan niet als excuus gebruiken om hier niks te doen. Ja, maar het vertrok van een boek en... We zijn in ongelooflijk snel tempo weg van dat boek gefietst en dat verwondert mij natuurlijk wel niet dat men van dat boek is weggefietst, want wat er in dat boek staat van meneer Piketty is net in dat de kloof tussen arm en rijk overal toeneemt, dat dat wereldwijd tot dramatische proporties aanneemt, dat dat een democratisch gevaar is, dat dat de stabiliteit van alle relaties op deze planeet bedreigt, net als de klimaatcrisis, en dus dat we... Als we een beetje toekomstgericht en verder dan de korte termijn willen nadenken, ook een aantal grondige maatregelen moeten hebben. En ik hoor de voorzitters en woordvoerders van de Liberale Partij vaak zeggen, dan nagesproken vaak door de N-VA, van ja, je moet eerst wel een koek hebben, meneer Mertens, want anders kan je hem niet verdelen. Hè. Dus, ja, voilà. Ik zeg het, voilà. Ik gebruik dat heb je als vaak in debat zitten. Ik gebruik nog nooit een koek. Kregen, hè? Oh, voor uw kinderen zelfs op de gemeenteraad, maar daar gaan we... Nou, maar daar hebben we het nu niet over. Het gaat erover... Zijn jij zoete koeken aan het bakken met de liberalen? Oostermeel. Maar het gaat erover dat de koek toeneemt en, zegt meneer Piketty, waar we nu overheen fietsen, is dat die verdeling van de koek slechter zit dan ooit. Overal. Dus een steeds groter deel van die koek gaat naar een steeds kleiner deel van de bevolking. En dus zegt hij, we moeten durven nadenken over een vermogensbelasting. Geen afgeleide producten van die vermogensbelasting, geen verwateringen als vermogenswinstbelasting, maar echt een herverdelen uitdaging rond de vermogensbelasting. Dat zijn basisstellingen en dat stellen wij ook voor. En dan sluit ik mij wel aan... Maar hij zegt wel wereldwijd. Om te vermijden dat je... Voilà, dan kwam ik op punt 2. Dan sluit ik mij wel aan bij meneer Van Bezien.
Dan heb je twee keuzes. Hè. Ofwel denken wij met deze zaal of hier buiten dat wij de armen gaan kruisen en denken dat op een bepaald moment de vermogensbelasting uit de lucht gaat vallen. Ofwel zijn er een aantal landen die locomotief gaan spelen, zoals in heel de sociale geschiedenis een aantal landen altijd locomotief moeten spelen. En dan in Frankrijk, en dat is natuurlijk pertinent onwaar van wat mevrouw Terlboom zegt, je hebt twee zaken. Je hebt de ISF, de solidariteitsbelasting, en daar is de kapitaalvlucht 2,5%. Dus 97,5% van de belastbare inkomens van de vermogensbelasting blijft in Frankrijk en dat is ook logisch. Dus men gaat niet lopen, dat is de realiteit. De Senaatscommissie in Frankrijk heeft het al twee keer aangetoond. Dus waarom kunnen wij niet samen met Frankrijk en een aantal andere landen in België voortrekkers zijn rond een echte vermogensbelasting? En na 22 jaar in de regering, beste vriend Tobak, had dat toch wel een punt mogen zijn, ook van jullie partij rond fiscaliteit. Maar Peter, ik kan u het nu bij deze zeggen. Zelfs al zit ik daar nog 100 jaar in, dan zal ik nog altijd niet zo gek zijn van iemand te belasten omdat die toevallig een miljoen heeft en dan te stoppen als die 999.999,99 euro. Ik ben veel meer geïnteresseerd. Ik vind het ook veel rechtvaardiger en nuttiger, duurzamer op lange termijn, om ook als die 900.000 euro heeft, het geld dat hij daarmee verdient met die 900.000 euro, van daar een fijne belasting op te heffen, net zoals wanneer iemand gaat werken, we daar een fijne belasting op heffen, in plaats van hem te belasten, dat hem juist 1 euro minder heeft, en dan te stoppen. Rijk zijn op zich is in mijn ogen geen zonde. Egoïstisch zijn en die willen bijdragen is een zonde die we met hand en tand moeten bestrijden. Niet met symbolen en niet met slogans, maar met maatregelen die kans hebben om een verschil te maken, Peter, op lange termijn. Maar tot 20 jaar geleden, ook in dit land, alle sociaal-democratische partijen in heel Europa waren dat idee genegen. En men ziet gewoon een fiscale neoliberale revolutie die de krachtsverhoudingen omdraait en die de taart herverdeelt. En daar moeten we over spreken. Net als, en dan wil ik daarmee afsluiten met de woorden van de mevrouw van de CD&V. Dus als zij zegt, België heeft genoeg... Sabine Betune. Het is wel de eerste burger van het land. Mevrouw. Maar als zij zegt, België heeft genoeg gedaan voor de strijd tegen de fiscale paradijzen, dan ben ik daar absoluut niet mee eens, met alle respect. Want België staat zelf op de lijst van de fiscale paradijzen van de OESO. En dus zolang dat wij een bankgeheim hebben...